op een mistige Ebbenhorst probeert Sparta een positief slot te geven aan de eerste seizoenshelft. Een lastige eerste seizoenshelft. En Urk is daarvoor de opponent. De ploeg waar op de eerste speeldag nog met 5-1 bij werd verloren. De brutale promovendus. Maar inmiddels bevindt Urk zich net als Sparta in de lagere regio op de ranglijst in de derde divisie. De eerste gevaar kwam van Urk. Maar kort daarna is ook Sparta tot 2 keer toe dichtbij een doelpunt. De eerste kwartier van de wedstrijd is toch vooral voor de bezoekers uit Flevoland. Met aanvallen door de lucht en hier Johan Jansen die redding brengt. Een kwartiertje na de aftrap komt Sparta wat meer in de wedstrijd en kan dan wat meer druk gaan zetten. Zoals hier bijvoorbeeld met Van der Weijden. Van der Weijden schieten, mooi schot. En de keeper moet er alles aan doen, Richard Strijker, om die bal uit de goal te houden. Goede redding van hem en een aardige poging van Mark van der Weijden. In de tweede helft zet Sparta de lijn door en begint het beter te voetballen. Burgerhout is er dan opgekomen en er komt wat meer lijn en overleg in het aanvalsspel. En hier komt dat tot uiting na een uur spelen. Roy Bakkenes, aangegeven door Tyrone van Viel. En een lekkere goal, lekker binnengeschoten. Sparta na een uur spelen dus op een verdiende 1-0 voorsprong. En dat is dan het begin van een goede periode voor Sparta deze wedstrijd. Want de ploeg gaat niet achteroverleunen na die 1-0. Nee, ze blijven vrolijk aanvallen. Hier over de linkerkant. En is daar Van der Weijden. Nee, die wordt van de bal gelopen. Vraag zich nog, is dit geen terugspeelbal? Maar natuurlijk is dat geen opzettelijke terugspeelbal. Sparta blijft echt de druk zetten. Met Brian Burgerhout de hoek in. Brian Burgerhout, wordt hij neergelegd? Ja, hij krijgt een vrije trap. Vanaf de rechterkant. Arends achter de bal. Bal blijft even hangen. En dan voor de voeten van Mark van der Weijden. Binnengehaald voor de doelpunten en hier maakt hij er weer eentje. Mark van der Weijden, een echte spitse goal, staat op de goede plek, weet af te drukken. Sparta op een comfortabele 2-0 voorsprong. Erik Spilziek blijft zijn mannen aanvuren. Jongens, hou het vol, want het is nog een klein half uurtje en die voorsprong die moet verdedigd worden. Urk laat het er niet bij zitten en besluit er een offensief uit te persen. Hier een schot dat hoog overgaat. Daarvan wordt Sparta niet zenuwachtig. Maar het is nog niet gedaan met aanvallende ambities van Urk. Hier over de linkerkant zoeken naar de voorzet. Komt voor. Kijk eens, ook Sparta klungelt achterin. De ene verdediger kopt hem tegen de andere aan. En Hessel Snoek schiet maar net naast. Grootste kans voor Urk in de tweede helft na geklungel van Sparta achterin. Dan Sparta weer met Reinaerts met de voorzet. In de richting van, wie is het? Ja, moeilijk te zien in de mist. En het is Bakkenes die dat mooi probeert te doen door de benen van zijn directe tegenstander. Tegengehouden en Van Viel heeft het vizier niet op scherp. En schiet de bal ruim over. Dan Urk weer, over de rechterkant. De ploeg wil echt niet met een nederlaag de winterstop in. Hier een hoge voorzet voor alles, over alles en iedereen heen. En voor de goal van Johan Jansen langs. En zo blijft het 2-0. Dan weer Sparta, over de linkerkant. Mike Arends, kappen, draaien. Nee, hij gaat niet kappen, draaien. Nee, dat doet hij niet. Hij legt hem terug. En dan wordt hij toch neergelegd? Dat vindt iedereen, maar de scheidsrechter niet. En die beslist dat. Geen overtreding. En Urk kan met veel kunst en vliegwerk uitverdedigen. En dan dit moment. Reinaerts in het shirt. Dat is natuurlijk een gele kaart. En dan Bakkenes. Wat doe je? Roy Bakkenes. Hij schopt hem onderuit. En de spelers van Urk zijn boos. Dat is begrijpelijk. Dit is natuurlijk niet begrijpelijk. Een opstootje. De mannen hebben iets te veel gekeken gisteravond naar Nederland-Argentinië, denk ik. Want het lijkt er sterk op dat er zich hier een herhaling afspeelt van de taferelen die we daar zagen. Bakkenes mag zeker niet klagen met alleen een gele kaart voor die schop. En ook Reinaerts krijgt natuurlijk geel voor dat shirtje trekken. Slotakkoord, nog één keer Urk proberen. Nee hoor, de gooi is voor Burgerhout. Maar die wordt overeind geholpen door zijn tegenstander. En de 3 punten blijven in Nijkerk.